serie 30ers was een ongelooflijk succes met maar liefst 25 miljoen streams over 4 seizoenen. Moest de serie alleen oogappels achter zich laten. De serie stopt ermee, maar als kerst op de taart is er nu 30ers de kerstfilm. Wie gaat er nou een weekend naar Lapland? Straks worden wij zo'n appgroep die elkaar alleen maar gelukkig nieuwjaar wenst. Ik ga niet. Het is ook goed voor ons. Even vrienden in plaats van compagnons. We zijn daar toch ook compagnons? Pak, wat is doet er? Ja, probeer daar maar eens een winterjas voor te vinden. Kerst vier met familie. En jullie zijn mijn familie. Klopt het dat hij heel slecht bereik is? Er is hier geen bereik. Geplant. Ja, aan tafel acteurs uit de 30ers. Leonor, Liekele, Jelle, Wieger en Justus. Welkom allemaal. De serie was er, nu dus de film. En als je kijkt naar die serie, overal hele hoge beoordelingen. 4 sterren, of het nou het AD is, of de Trouw. Hadden jullie dat verwacht toen jullie begonnen aan deze reis? Dat iedereen zo lyrisch zou zijn over wat jullie gemaakt hebben? Nou, het begon een beetje sluimerend. Dus wij waren aan het draaien. Wij voelden al wel dat het heel leuk was. Maar het eerste seizoen was nog een beetje houtje-touwtje geproduceerd. Dus dat voelden wij ook wel. En toen kwam het op tv en toen hadden mensen ook een beetje kritiek op dat houtje-touwtje. Maar ze vonden het stiekem wel leuk. En toen in het tweede seizoen werd het een beetje omarmd. En in het derde werd het een cult hit. En in het vierde ontplofte het. En toen opeens zei iedereen, hey, waarom stopt het? En toen kregen we als cadeautje deze ultieme kerstfilm natuurlijk als toetje. Op die film komen we zo meteen. Maar eerst even kijken naar wat voor impact het had. Liekele, jij werd genoemd de grootste, moet ik het even goed zeggen, de grootste eikel van de Nederlandse tv in de recensie. Angela de Jong. Heeft ze verstand van. Maar de citaat is incompleet, hè? Want wel de knapste. Oh ja, dat hoort er wel bij natuurlijk. Dat moet ook wel, want jij vindt dat ook gezegd. Dat gaat over Bart natuurlijk, maar Angela maakte dan weer Liekele Muus van. Dat ging over personage Bart. Dat is inderdaad. Oh ja, hier zie je. Een knappe eikel, ja. Ja, dat is echt een lul. Ja, zeker aan het begin. Aan het eind is hij maakt hij een beetje een draai en wordt hij wat charmanter en wat milder. Maar dat is gewoon zo'n toxic white guy is dat. Maar het is toch wel fijn als je een personage speelt en mensen vereenzelvigen dat ook met jou als mens dan. Dat zegt toch al iets over je acteerprestaties? Nou, het verbaasde mij wel dat Bart zo populair was aan het begin. Omdat ik echt mijn best had gedaan om er een lul van te maken. Nou ja, voor zover ik bedoel. Leo, jij was getrouwd met deze lul dan, hè? Klopt, ja. Hoe was dat? Ja, lastig. Soms moet je ook je echt als je personage naast je eigen meningen over relaties neerzetten. En soms dacht ik echt, jezus, hoe kan je nou nog steeds in deze relatie blijven? Maar ja. Uiteindelijk is dat ook wel overgegaan, natuurlijk. Ja. Maar even naar die 25 miljoen streams, toch. Waarom denk je dat het zo aanspreekt, deze serie? Ja, ik denk vooral de herkenbaarheid. Het is voor heel veel dertigers heel veel hele herkenbare thema's. Dus kinderen, wel of niet. Hoe je vriendschappen zich ontwikkelen in die periode. Wat er gebeurt met je ouders. Of die gaan vaak achteruit rond die tijd. Of nou ja, zo die dingen. Die thema's, die zijn levensecht. We gaan zo meteen een paar van die thema's eruit halen om te kijken van hoe jullie dat gedaan hebben. Maar Justus, dan zit je met dit groepje. Je vertelde net al dat het eerste seizoen een beetje houtje-touwtje was. Want jullie waren nog helemaal niet van de tv bekend. Jullie speelden volgens mij in theater allemaal. Ja, de meeste nou niet allemaal. Maar en we kennen elkaar wel allemaal al. Van toneelschool of uit het theater of soms van de set. Maar We waren nog laag geschaald, omdat het was een low-budget serie. Dus dan kan je natuurlijk niet de hele dure acteurs vragen. En inmiddels zijn we heel duur geworden. Daarom stopt de serie. Het eerste seizoen waren we gewoon onderbetaald. En nu zijn we te duur geworden. Maar goed, volgens mij was het ook het leuke van het begin. Dat niemand ons nog echt kende. Dus dat je eigenlijk een beetje een blanco acteurs had die je niet kende van andere series of andere films. Wat extra charmant is voor die vriendengroep, want je kan er daardoor extra in geloven. Dus ik denk dat ook de kracht is geweest, dat wij niet de bekende acteurs waren van die tijd. Ja, en Wieger is het dan, want dat gaat over levensechte thema's. Word je dan ook geconfronteerd met verschillende thema's? En je denkt van, even in de spiegel kijken nu, want dit gaat ook een beetje over mij. Nee, ik heb wel een heel ander leven dan Pieter. Maar ik bedoel, en je leest ook natuurlijk het hele script. Dus alles
komt voorbij. En er is altijd wel iets wat ook in je eigen leven gebeurt. Ja, ja. Ja. En, dat, en dus wel levensecht, maar niet altijd per se ook levensecht voor jezelf dan? Nee, nee. Maar soms loopt er opeens een liefdeslijntje, loopt dan parallel aan je eigen leven of zo. Ja, dat gebeurt wel eens. We gaan toch even die thema's waar Leonor net over had. Leonor, als 20 kun je nog een beetje aankloten. Als 30 moet je weten wie je bent, wordt vaak gedacht. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, had je dat gevoel ook niet toen je 30 is aan het spelen? Was je dacht van, nu moet ik ook weten waar mijn leven naartoe gaat? Nee. Ik had wel het idee dat 30ers vaak denken dat ze moeten weten waar hun leven naartoe gaat. Maar het is niet zo. Alle kaarten worden steeds opnieuw geschud. Dus ja. Maar dan kom je dan later pas achter van, oh ja. Ja, maar in je 30er jaren kom je erachter dat dat zo is. Ja, maar dus toen ik 30 werd, dacht ik wel, oh shit, is dit het nou? Is dit voor eeuwig? Is dit het carrièrepad? Is dit de relatie? Is dit het huis waar ik de rest van mijn leven blijf? Maar dat was na 2 jaar over. Ja. Toen dacht ik, oh, het leven is weer helemaal anders. Ja. Maar je denkt opeens wel, oh shit, dit is het, toch? Nee, en als je 20 bent, dan denk je, als ik 30 ben, dan heb ik al die paaltjes neergezet en dan is alles geregeld. En dan ben je 30 en denk je, kut, het is nog steeds... Herkenbaar, Thomas? Ja, ik wou zeggen, wacht maar tot je 40 wordt. Ja. Nee, maar dan denk je toch op een gegeven moment ook van, ja, fuck it. Je kan altijd opnieuw beginnen. Die dingen die ik voor mezelf wil organiseren, die kunnen altijd weer veranderen. Nee, maar toch, als ik terugkijk, dan denk ik, tussen 30 en 40, dat is wel de tijd om kinderen te krijgen. Ja. En ik was toen bezig, weet je, met allemaal dingen. Kopen, ja, naar huis te dingen, ga maar door, vaste baan. En ja, toen hebben mijn vrouw en ik toch besloten geen kinderen te hebben. En daarna gebeurt het dan ook niet meer. Dat kan je dan niet meer. Nee, maar ja, er zijn manieren om... Ik bedoel, als jij graag ouder wil worden, kan je dat op elk moment doen. Op verschillende manieren. Dus er zijn, voor elke behoefte kan je iets verzinnen. En hoe je die behoefte dan invullen, laten we toch even kijken naar wat leuk beeld van de serie Dertigers. Jij drinkt niet en dit is al het derde glas dat je van haar pakt. Noor, ben jij zwanger? Oh! Nee! Ik ben getrouwd. 2 kids. Jammer. Wat moet jij met die wijven? Nu wij collega's zijn, dacht ik, misschien moeten we afspreken om het een beetje professioneel te houden. Maar de grappen mogen wel. Maar de grappen in je broekje. Ben je jaloers? Nee. Mijn leven is kut, maar dat van jullie ook. Absoluut. Absoluut. Wil vader worden, Al. Ja, vaders. Maar nog een kind is voor mij gewoon geen optie. Ze verneukt alles. Je vergeeft het er en hup, ze verneukt het weer. Vind je lekker? Jij moet op Tinder. Ja, begin jij nou ook al? Is er ook al meer dan gezoend? Ik weet dat onze vriendschap overwint. Altijd. Hell yes. Daar ga je. Ja. Vriendschap, Jelle, is misschien wel het belangrijkste thema van de serie. Ja. Ook van de film. Lukt dat een beetje om die vriendschappen, als je 30 bent en tussen de 30 en 40 bent, om die te onderhouden? Daar hoor je toch vaak over dat het best lastig is? Dat is best lastig, maar je krijgt een hele gezonde scheiding, wat mij betreft. Als ik voor mezelf spreek, maar ik zie het ook wel om me heen, is je maakt een natuurlijke selectie, wat echt belangrijk voor je is. Ik bedoel, in je 20 jaren, ik had toen een hele hoop vrienden van wie ik dacht dat ik daar nog heel lang mee zou omgaan. En dat gebeurde ook vaak op sets of televisieseries, dan draaide je een film. En dan dacht ik, oh, dat is mijn nieuwe beste vriend, want we trekken heel veel met elkaar op. En dan zei iemand, nou, wacht maar. En dan dacht ik, nee, dit is echt anders. Dit is voor het leven, weet je wel. En dan was die serie afgelopen, de laatste draaidag was geweest, en nam die persoon zijn telefoon niet meer op. En daar moest ik heel erg aan wennen, omdat ik altijd best wel voor een vriendschap ga en me daar mateloos instort. Maar ik heb nu wel geleerd, oh ja, nee, als je 5 hele goede vrienden hebt, die je altijd dag en nacht kan bellen, dan ben je al een heel gelukkig mens. En 5 zijn er dan misschien wel veel, misschien zijn het er 3. Dus daarin is deze groep van 7... best uitzonderlijk. Af en toe een paar verliezen en dan weer terugkomen, is een hele mooie kern waar ik ook wel, los van deze geweldige, leuke, lieve mensen en acteurs met wie ik 5 jaar heel leuk gewerkt heb, maar is een mooie ploeg om naar op te kijken. Te denken, oh, als je toch 6 van dit soort mensen om je heen zou kunnen verzamelen in je leven. En daarmee de perikelen en de uitdagingen van het dagelijks leven te lijf gaat. Dan kan je jezelf heel gelukkig Maar dat zit natuurlijk in heel veel plezier en het drinken en lachen met elkaar. Maar ook op het moment dat het moeilijk wordt. En dan gaat het over grote thema's, ziek worden, maar ook overlijden. Laten we kijken naar een scène waarin het overlijden van ouders ook gebeurt. Hmm.
Nee. Intens, Justus. Hoe was het om dit te spelen? Ja, ik vond het heel fijn om te spelen. Dat was het tweede seizoen, denk ik. En John Buisman speelde mijn vader. En daar had ik al vaak mee gespeeld op theater. En daar heb ik een enorm goede klik mee. Allebei 0-10. Dat scheelt ook. In Rotterdam helpt, hè? In Rotterdam. En dus ik heb met hem een hele fijne klik. En ik heb zelf mijn vader verloren toen ik 23 was. Dus dan kan je iets spelen waar je echt voeling mee hebt. En wat je al mee hebt gemaakt. Dat is ook heel fijn om te doen. Omdat je het dan nog een keer een plek kan geven of zo. Je kan er echt iets mee doen. En dus terecht wat Leonor zegt, is dat al die thema's voor al die dertigers ook in je eigen leven dan op een gegeven moment speelt. Dan toch naar die film, een toetje. Het einde, de serie is afgelopen en dan die film als laatste. Lapland met z'n allen, dat moet ook een feest zijn geweest, denk ik. Ja, ik en vond het koud. Koud feest. Nou, Justus, het viel wel mee. Je kan je erop voorbereiden. Ja. Nee, het was echt prachtig. Volgens mij waren we allemaal ook wel overrompeld door hoe mooi het besneeuwd landschap is en zo. En ja, dat zie je ook wel in de film terug. Ja, zonder te veel te verklappen, ja. Maar het heeft wel echt een kerstsfeer. En we hadden heel veel geluk, want we hadden heel veel sneeuw daar. Ja, en heel veel plezier met elkaar. Maar dat straalt die film aan alle kanten uit. Ja. Ja, en we hebben echt met z'n allen, niet alleen met deze poppetjes, maar met die crew ook, die ook 5 jaar al met ons mee is gereisd, zo ongelooflijk hard gewerkt om in een paar dagen met weinig daglicht, want de zon gaat om 9:30 op en gaat om 4 uur alweer een beetje onder. Dus we moesten echt rammen. Ja, weinig daglicht, maar wel noordenlicht. Ja, dat hebben we gezien. Ja, het is daar bijna elke avond, kun je dat zien. Het speelt een hele mooie rol in de film, maar wat heel grappig was dat over dat harde werken gesproken, Liekele die is ook medeschrijver van het script, samen met Elselien Peters, de regisseuse. Die heeft een topscript geschreven, waar we heel blij mee zijn. Maar die belde ons 3 weken voordat we weggingen. Die zei, jongens, 1 ding. We gaan daarheen, hartstikke leuk, met 10 dagen met z'n allen naar Lapland. Maar alsjeblieft, we gaan niet drinken, we gaan vroeg naar bed, we gaan keihard met elkaar beuken. En iedereen kent zijn tekst, godverdomme. Want ik wil hier iets heel moois van maken. En dat heeft iedereen super serieus genomen, dat is gebeurd. En op 1 avond na, waarop we allemaal een appje kregen, omdat het noorderlicht daadwerkelijk om de hoek te zien was. En iedereen elkaar alarmen stuurde om 2 uur 's nachts. Nu je bed uit, nu je in bed pyjama, uit. Jassen iedereen eroverheen. Jassen, dingen, halve schoenen, natte warmte voeten. Pet, snel je onderbroek. In een auto gestapt en allemaal dat noorderlicht te zien. Oh, en de volgende heerlijk. Ochtend weer om 6:30 in de make-up om die scènes weer te draaien. En het resultaat daarvan is te zien in Dertigers, de kerstfilm op eerste kerstdag om 5:10 bij BNN Vara op NPO 3. En natuurlijk ook te streamen via NPO Start. Dank vanaf jullie morgen. Wel. Vanaf morgen al te streamen. NPO Start. Ja. Kunnen jullie allemaal kijken. Dit was het voor nu. Morgen, dit is Sophie. Fijne avond. Tot morgen.